Joyce Pane Alfaisi is vandaag aangesteld als het nieuwe hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA. Bij de gelegenheid zei president Chandrika Prasad Santokhi erg ingenomen te zijn met een vrouw aan de leiding. Het staatshoofd zegt er dan ook alle vertrouwen in te hebben dat de vrouwen die leiding geven binnen de verschillende organisaties het werk naar behoren kunnen doen. Over mevrouw Joyce Johanna Pane Alfaisi hebben we al veel gehoord. Ze heeft een respectabele staat van dienst. From scratch, zou men zeggen. Vanaf basis heeft ze gediend en heeft een gedegen professionele achtergrond. In 1997 toegedreven tot korps penitentiaire ambtenaar in de rang van aspirant penitentiair ambtenaar. Dus u ziet het, ze kent de organisatie door en door. En ze heeft door dienstijver, scholing en prestaties met succes verschillende rangen doorlopen. En in 2014 trad ze toe tot het hogere management van het KPA. Ze werd belast, ook met de waarneming van de functie van penitentiair onderdirecteur. En ze werd later definitief benoemd tot penitentiair onderdirecteur van de centrale penitentiaire inrichting. Santokhi zei verder dat de vrouwen in de leiding de kans moeten krijgen om het werk te doen. Pane Alfaisi zegt zich als korpshoofd te zullen inzetten om de rotte appels uit de organisatie te weren. Integriteit zal geen toverwoord zijn. En ook het aan de dag leggen van de juiste waarden en normen zullen hoog in het vaandel van het korps penitentiaire ambtenaren moeten staan. En hier zal ik mij sterk voor maken. Ook zal de screening tijdens de selectieprocedure strenger toegepast worden bij het binnenhalen van jonge mensen die solliciteren bij het korps. De goede band met de vakbond bij het korps zal gewaarborgd blijven, zegt Pane Alfaisi. Het korps zal zich richten op het behalen van resultaten en de verbetering van gedetineerdenzorg.